Hé, hey, waarom sta jij hier? Wat zeg je? Waarom heb je staan? Ja. Mijn moeder te roken binnen die lijnen daar. Dat is echt slecht. Het hele rookverbod, dat is echt... vind ik niet kunnen. Want vroeger, in de oude dagen, kon ik gewoon overrook wel houden. Dat gaat nu gewoon niet meer. Maar waarom rook je dan? Waarom ik rook? Nou, heel simpel. Roken is gewoon stoer. Het laat gewoon zien dat je echt stoer bent. Het is, waarom kan ik vergelijken? Het is als een piloot zonder vliegtuig. Dat ben ik zonder sigaret. Een sigaret, dat past gewoon bij mij. Ik zou het echt iedereen aanbevelen. Iedereen die niet rookt, die moet gewoon roken. Hé, hey, maar wat vind jij van het rookverbod? Het rookverbod? Ik kan het toch zeggen? Als je staat al, verboden te roken. Het allemaal vanuit Den Haag. Vanuit die cirkels aan het kabinet. De Balkan met zijn normen en waarden. Terwijl nu in de financiële crisis. Dat is niet nadenken. Ze willen mensen dat stoppen met roken. Terwijl het miljoenen in het laadje brengt. Als je iedereen zou laten roken, dan is het financiële crisis in één keer voorbij. Dus dit is echt belachelijk. Oké, bedankt voor je tijd. Dat is goed. Fuck het rookverbod, ik ben rebels.